Zouden we niet reden voor Live for You, maar dan wil ze nooit naartoe. Nee, dat vind ik ook, ja. Dat is niet zo jammer. Intelligent namelijk. Vind ik ook echt een jurk. Ja, nou goed, bij mij niet. Misschien dat ze er geen zin in heeft. Ik ken het persoonlijk niet. Nee, nou, ik heb een leuke, een kleine anekdote over Yvonne Jansen. Wacht even. Hebben zin in. Mensen, tot zo. Ze heeft mij ooit met het programma Zigzag, heeft ze mij ooit kutkind genoemd, omdat ik haar toen om een handtekening vroeg. Zo. In Drachten. Ze zei, ga weg, kutkind. Ja. Nee, zonder grap. Yvonne Jaspers. Sympathiek mens. Ik heb een Bassie en Adriaan verhaal. Ja? Inderdaad. Weet je wat? Bassie doet ook altijd heel gemeen tegen ja. kinderen. Ja, ze hebben echt heel die praat er ook raar bij. Ja, ook heel raar. Ga weg, kutje. Ja. Dat verwacht je niet. Een hele onaardige vrouw. Nee, was Yvonne Jaspers. Zie je ook niet. Dat zie je niet, nee. Make-up of gek make-up. Over Bassie en Adriaan. Ik heb het gevoel dat dit we moeten door. Waarom is Yvonne hier niet? Want Yvonne is er ook niet bij, dat is heel makkelijk. Nee, nee, nee. Ik zou het ook doen waar ze bij zat. Ja, dat weet ik, Patty. Ja. Maak je geen zorgen. Ja, Nummer 8. Richard. Groenendijk. Ja. Oh, moeten de achternaam er wel bij? Nee, ik vind mezelf leuk als remember. Handig voor de PR. Ik speel vaak in mezelf de geheugentrainer. Richard Groenendijk. Ja. De acteur met de Polyfinariëprijs. Ja. Ja. Wordt sowieso al niet geboekt, dus ook niet afgebeld. Nee. Dus als hij een prijs wint, ja, oké, dan mag je overal op komen dagen. Ja. Nou, maar dat ligt hier. Ligt hier die zet vallen wel anders hoor. Hij heeft heel veel boekingen. Man. Nee, maar dit is toch hoe de 100 mensen hebben. Ja, 100 mensen. Maar ik sta op 8, dat is vrij laag. Ja, dus dat betekent dat het nog wel meevalt. Je wordt nooit afbellen. Ja, dus, afbellen. Ja, maar wie het minst, je begint bij 10, ja, die wordt het minst. Afbellen, maar jij wordt sowieso nooit gebeld, zegt hij. Dus ook niet afgebeld. Neem me niet kwalijk.